Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Marketing Handjes TV. Vandaag wil ik je tips geven hoe je met gemak klanten kunt overtuigen om voor jou te kiezen. Nou, de eerste tip is om klantinzicht te krijgen. Wat is de uitdaging of het probleem van jouw klant? Wat is een frustratie die hij bijvoorbeeld heeft waarvoor hij een oplossing zoekt? En dan zeg ik, geef meteen al antwoord, want oplossing is eigenlijk stap 2. En dat zijn eigenlijk jouw producten en diensten. Jouw producten en diensten zijn een oplossing om het probleem van de klant op te lossen. Dus je gaat eigenlijk je producten en diensten ga je matchen tegenover het probleem van de klant. Nou ja, producten en diensten hebben een aantal voordelen. Dus probeer die ook zo specifiek mogelijk te benoemen, waardoor je het probleem van die klant op gaat lossen. Hoe specifieker je zeg maar het inzicht in die klant hebt, hoe makkelijker het ook wordt om te verkopen aan die klant. Dus om die klant te overtuigen. Want als je bijvoorbeeld een coachingspraktijk hebt en jij bent actief in de regio Den Bosch en je zegt ik richt me op vrouwen die op zoek zijn naar meer plezier in hun werk of een andere carrière willen. Nou, dan klinkt dat op zich redelijk specifiek, maar het zegt nog niet zoveel over wat je nodig hebt om die klant te overtuigen. En wat je dus ook in je marketing toe gaat passen om die klant voor jou te laten kiezen. Nou, als je beter gaat kijken naar die klant, je zoomt er eens even op in, dan zul je zien als je zegt vrouwen, nou ja, dat is natuurlijk heel breed. Want je hebt een vrouw van 38, op mijn leeftijd, of je hebt een vrouw van 25, of je hebt er bijvoorbeeld een van 45. Nou, als je gaat kijken op het gebied van werk, zitten die allemaal in een andere fase met werk. Dus kun je die dan uniform met je marketing op één manier aanspreken? Nee, dat kan je eigenlijk niet. Dus waarschijnlijk zul je dan toch je focus iets moeten vernauwen en een specifieke categorie moeten kiezen waarop je je gaat richten. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik richt me op vrouwen tussen de 25 en de 35, moeder willen worden of dat net zijn en hun carrière willen combineren met het moederschap, maar tegelijkertijd ook meer plezier aan hun werk willen beleven. Nou, door die specifieke afbakening kun je al veel beter inzicht krijgen in je doelgroep. Want die vrouw van 25, die ga je op een andere manier bereiken en ook op een andere manier aanspreken dan die vrouw van 45. Die vrouw van 45 vind je waarschijnlijk niet op Instagram, maar bijvoorbeeld wel op Facebook of via LinkedIn of op een andere manier. Terwijl die vrouw van 25 zich ook op een andere manier laat beïnvloeden in haar keuzes dan die vrouw van 45. Dus als je ook kunt laten zien dat je met je marketing kunt aansluiten op de beleefwereld van jouw klanten, ja, dan zit je goed, want dan kun je ze veel makkelijker overtuigen.